ben Kirsten Eemsnik en ik werk aan de Universiteit Utrecht bij de faculteit Sociale Wetenschappen en ik geef les in methode en statistiek. 2 jaar geleden zijn we begonnen met het herzien van ons bachelorprogramma. En bij de herziening zijn we op zoek gegaan naar niet alleen maar nieuwe inhoud, maar ook nieuwe onderwijsvormen. En op die manier zijn we terechtgekomen bij Graspel. Graspel is een interactief programma waarin de studenten lessen kunnen volgen en oefenvragen kunnen beantwoorden. Bij het ontwikkelen van deze materialen zijn we begonnen bij het aanpassen van bestaande lessen. En na de aanpassingen kwam ik er eigenlijk achter dat het fijn zou zijn om deze materialen te delen. Want de materialen die ik had ontwikkeld zouden andere docenten ook heel goed kunnen gebruiken. Daarna zijn we onze eigen lessen gaan ontwikkelen en ook die lessen willen we eigenlijk heel graag delen. En om die reden hebben we gezegd, we maken al onze lessen in Graspel openbaar, zodat iedereen daar toegang tot heeft.